vandaag zijn de eerste die ik ga doen rond de mid-engine auto's. En deze twee die als eerste komen zijn de Audi R8 LMS'en. Er zitten twee versies in de sim, de 2015 versie en de geüpdate Evo versie vanuit 2019, waar vandaag de dag mee gereden wordt. En ik zal meteen met de deur in huis vallen, dit zijn eigenlijk gewoon echt hele goede auto's. Je ziet meteen aan de look al dat hij agressief is, dat hij een korte wielbasis heeft, dat maakt hem wendbaar. Er zit een, als ik goed heb, 4,9 liter V10 in het midden, hier achter de coureur. Dat is dezelfde die ook in de Lamborghini zit. En dat geeft hem een heel breed power spectrum. Eigenlijk van laag tot hoog heeft het ding gewoon echt lekker vermogen. En dit is eigenlijk zo'n auto waarvan je eigenlijk kan zeggen, die is op elk circuit wel goed. Ik ben niet zo'n fan van mid-engine auto's. Met name omdat mid-engine auto's prima goed insturen. Maar in de bocht zelf moet je ze een beetje met gas sturen, met de rem sturen. Ik heb daar soms niet die finesse voor. Het ligt een beetje aan de auto. Bij de Audi meer wel. Bij de Lambo echt niet. De Lamborghinis vind ik echt verschrikkelijk. En de bocht uitkomen gaat ook wel weer goed. Maar ze hebben in de bocht hebben ze een bepaalde mate van twitchiness. Niks mis mee. Maar dat moet je liggen. Dat betekent ook dat je in de bocht makkelijker wel weer van richting kan veranderen door je gas en je rem te gebruiken. Over het algemeen zal een mid-engine auto, zodra je gas geeft, willen gaan ondersturen, wil die naar buiten. Maar zodra je een beetje gas aflaat of een beetje remt, zal die juist een beetje willen oversturen. Als je daarmee weet te spelen, dan kan je een steerangle aannemen die wat sterker is dan de bocht waar je doorheen gaat. En dat kan je hele goede tijden geven. Maar dat is wel meteen de techniek die je moet masteren. En ik zeg maar meteen, ik heb hem niet. Dit is de 2015 versie. Nou, straks de 2019 versie. Weinig om aan te merken voor de rest. Het is een kleine, compacte auto. En Audi brengt deze alleen maar uit in real life als klantenauto voor race teams. Er is geen Audi fabrieksteam. Als het goed is kan je wel engineers ook bijnemen. Wat ik al eerder gezegd heb, in GT3 kun je een beetje grofweg voor een team drie opties nemen. Of je koopt de auto, of je koopt de auto met de engineers, met de technici erbij. Of je koopt de auto en de engineers en de coureurs. Er zijn geen Audi fabriekscoureurs. Audi verkoopt deze auto gewoon aan privateer GT3 teams. En ook natuurlijk de GT4 versie hiervan. En omdat hij eigenlijk heel neutraal is, maar wel een krachtig pakket heeft, is het eigenlijk gewoon ook een populaire auto. Je ziet deze auto vrij veel. Hij heeft heel veel overwinningen gepakt, kampioenschappen gepakt. En er is eigenlijk geen enkel circuit waar hij niet lekker rijdt. Waarvan je zegt van nou, dat gaat niet passen. Eigenlijk is dit een auto die op elk circuit wel goed gaat. Mits je goed overweg kan gaan met het apparaat. We gaan naar Paul Ricard en we gaan eens even trainen met het apparaat. Zoals bij elke race impression, drive car impression, doe ik Paul Ricard vanwege de hoge snelheid. Ik kan hier de beste topsnelheid halen. Langzame bochten. Middenlangzame bochten. En snelle bochten. En dit is een race natuurlijk helemaal niet. Hij staat verkeerd. Ja, kan gebeuren. Ik wil geen race, ik wil een practice. Had ik niet gezien. Zo. Zo. Nogmaals. Zo, ik neem een standaard aggressive setup. Ik doe voor de rest niks. Green line, give it all you got. Nou, wat opvalt. Goed gezicht naar buiten. Eén grote ruitwissel, maar wel aan de zijkant daar. Niet overeen zoals de Aston Martin. Ruitjes zijn een beetje benepen, wel oké. Geen kamer naar achter, wel een binnenspiegel. Twee buitenspiegels die goed zichtbaar zijn, zit niet achter de webbing besloten. En wat ook wel opvalt, een LCD schermpje. We hebben in al die auto's die allemaal van die kekke kleurige LED schermen eigenlijk. OLED schermen. En dit is gewoon een oud LCD scherm. Grijs met zwart. En meer is niet. Prima en overzichtelijk. Maar het valt wel op ten opzichte van alle andere auto's. Voor de rest het motorgeluid en V10. Het doet gewoon denken aan een Formule 1 van weleer. Een stukje rijden.
motorgeluid is typisch V10 geluid, erg mooi. Koude banden, daar reageren ze erg moeilijk op. Ze moeilijk met mid-engine auto's. Altijd even de banden een beetje warm rijden. En wat opvalt is dat hij eigenlijk stuurt gewoon lekker in. En als ik volgens het gasgas eruit kom, heeft hij de neiging om meteen weg te breken. Dus de gewichtsverdeling is wel heel goed in deze auto. Wat je natuurlijk mag verwachten van een auto, de motor in het midden van de auto. Dit is het zwaarste apparaat in zo'n ding. Nou, voor de rest, het valt op. Hij blijft gewoon lekker trekken. Het is een auto met gewoon genoeg power. Om gewoon lekker uit de voeten te kunnen. De 2015 versie is iets sneller op topsnelheid dan de 2019. De 2019 stuurt wat beter als iets. Ja, wendbaarder om maar zo te noemen. Als je wel een kennis hebt van de auto, wil je de specifieke punten eruit pakken. En dat ben ik niet. Maar op basis van de ronde die ik ermee rijd, denk ik wat te merken. Auto met het gedrag van een mid-engine, dat kan ik heel mooi demonstreren hier. Als ik nu gas geef, wil hij naar buiten. Als ik rem, wil hij naar binnen. Dus je hebt on-power oversteer en off-power oversteer. Off-power of zelfs braking oversteer. En dat is vrij voorspelbaar. Dat betekent als je op de tucht bent, als je goed getraind bent met deze auto, dan kan je dat gebruiken naar je voordeel. Kijken of er een tijd ingezet. 9 volt, we pakken net te veel van de bocht. Ook gezegd moet worden van mid-engine auto's. Ze gaan niet zo lekker met curbstones. Je ziet het al een beetje met het stuiteren eroverheen. Als ik curbstones pak, ben ik ook gewend. Ik rij doorgaans front-engine auto's. Die hebben daar wel minder last van. Dus die gaan er een hop overheen en klaar. En een mid-engine zoals deze Audi gaat de tijd nog een paar keer na. En als de curb maar net iets te hoog is, deze auto's krijgen een, dan ga je eraf. Deze auto's krijgen een downforce van een vleugel achterop, maar met name ook een diffuser onderop, de bodemplaat, waardoor ze een vacuüm creëren onder de auto. Dat moet ik zo even pakken. 282, even houden. Die downforce, die zorgt ervoor dat je lekker hard door de bocht gaat. Op het moment dat je die downforce in één keer kwijt bent, doordat je er iets te hoge curbstone in gaat, en dus nastuit het, dan verbreek je het vacuüm van je auto. En ga je eraf. Dan ga je ineens sneller door de bocht, dan dat je kan. Wat je downforce wel is. Dat is een fundamenteel probleem bij alle mid-engine auto's. Dan zeg je waarom? Want de gewichtsverdeling is toch goed? Dat klopt. Maar de gewichtsverdeling zit ook. Die is zo zwaar in het laag zitten. Dus die auto is zo laag mogelijk gebouwd. Om die motor zo laag mogelijk te kunnen plaatsen wat zwaarte komt. Dus je kan niet even een grotere ride height nemen. Skitties die instuurt. Ik denk dat een wat lomere auto instuurt. Front-engine auto's sturen wat lomer in. Dat is het gewicht voor in zit, dat doe je vooruit. De laagheid van massa, dat kun je kunnen, ik ken het wel. Dat geldt voor deze auto. Het ding is ontzettend wendbaar. Korte wielbasis. Ik merk dat als ik de power op heb, dat hij dus eigenlijk een beetje rechtdoor wil gaan. Niet lekker in mijn stuur. Als ik power afhaal, dan gaat hij ineens heel rap. Maar ja, in deze bocht vorige, daar wil je voldoen, anders ga je snelheid missen op het hele lange stuk. Dat ben je gewoon gezien. Waarom de tijd?
rem van de SP oversturen. Kijk, gas. Als je dit weet te masteren, dan zijn heel veel rijders, het overgrote deel van de rijders die op de lijn ziet, zijn rijders van mid-engine auto's. Dat ze, nou ja, je zou kunnen zeggen, qua rijders impact de minste nadelen en de meeste voordelen hebben. Los gezien van je eigen rijderscapaciteit. Heel veel mensen rijden Audi's, heel veel mensen rijden Ferrari's, McLaren's, dat zijn echt auto's die lekker rijden. Well done, mate. This is for you, Russell, guys. Twee minuten rond. En weer. Oké, okay, even sneller kunnen maken. Dit is natuurlijk een hele slechte manier op bocht. Het hart voor iedereen en natuurlijk het verkeerd. De motor is lekker soepel. Het is een V10, dus dat heeft een iets fijner, soepeler, toch weer powerband dan V6 en V8. Het is gewoon een degelijk vermogen. Met wat meer voordeel in de lage toeren dan een turbo de V8. Turbo V8 is leuk, maar hebben wel een power gehad. Turbo lag voor de kenners. Dat is iets waar de AMG met zijn zware V8 motor normaal geaspireerd. En deze motors gaan last van hebben. Ja, als je van V10's geluid houdt, is dit wel een hele fijne auto van geluid. Oké, stukje replay. Altijd even replay laten zien. Ook van buiten, fijn om te horen. Je ziet dat als je door een bocht gaat of over hobbels gaat, je ziet hem een beetje hobbelen. Hij wil niet stabiel zijn, is skittish. Geeft niks. Dat kun je voordeel gebruiken. Maar dat maakt hem dus wel een wat verfijndere, wellicht moeilijker voor te besturen auto dan de front engines. Je ziet hier totaal verkeerde lijn op voor die bocht. Te snel door die eerste heen willen en dan zie je het onderstuur komen als je te vroeg op het gas gaat. Dat wil hij niet. Gloedrooi in de uitlaat achterop. Gierende V10. Om dan een heel prettige auto naar te kijken. Het is echt een heel klein, fel racepakketje. Maar je ziet hem hobbelen. Je ziet hem niet stabiel zijn, zeg maar. Ik zeg dat is inherent aan alle mid-engine auto's. En
dat ze uitkijken op de curbstones. Er zijn circuits met hogere curbstones. Denk even naar Zolder. Waar je met deze auto echt uit moet kijken. Want waar je met een front-edge auto ergens overheen kan stuiten, moet je dat met deze auto niet doen. We gaan naar de 2019 Evo versie. Zo. Evo. Zo, neem weer mijn eigen kleursetting. Weinig verschil, er zit wat verschil op de grill. Met die luchtgeleiders hier is wat anders. Voor de rest, ik denk dat deze anders zijn. Deze luchtappetjes hier. De diffuser heeft ook een paar kleine details. Wat ik wel grappig vind, hier is ook die aansluiting voor de pneumatiek. GT3 auto's die krijgen een luchtdruk aangesloten. En dan gaat er een krik omhoog, waardoor de auto zichzelf opkrikt. Voor de pitstop. En zodra ze klaar zijn, dan trekken ze dat ding eruit en dan gaan die kriks weer in. Wel grappig. Dat is hier heel duidelijk te zien. Andere auto's zie je wat minder duidelijk. Goed, de Evo. In zijn algemeenheid kan je zeggen dat die auto dus verbeterd is. Ten opzichte van zijn voorganger. Green light. Go. Inhoudelijk eigenlijk hetzelfde. Deze rechter strut van de rollcage iets anders, waardoor de spiegel iets minder zichtbaar is. Maar voor de rest eigenlijk dezelfde inrichting, dezelfde stuurtje, dezelfde dash. De motor is ook exact hetzelfde. Ik heb het idee. Ja, die staat iets anders dan ik gewend ben. View settings doe je voor elke auto apart. Dus ik heb doorgaans een FOV van 45 graden. Conform mijn zithouding en mijn monitor. Maar height en distance doe ik nog wel eens anders. Omdat ik dan wat beter over de motorkap heen kan kijken. Nu staat hij even wat meer naar mijn liking. Daar gaan we. Zou ik zeggen dat het onderstuur en het overstuur, bij het gas geven in de lucht en het overstuur bij het remmen of gas inhouden bij het gas los in de bocht iets minder zijn. Het is genuanceerd, het is niet maximaal. Wat hier opvalt is de maximale snelheid. 282. Thank you.
makkelijk in de bocht uitkomen vol gas. Dus het onderstuur is duidelijk wat minder. Oh, we sturen bij gas dus mogelijk op meer. We zijn net van te laat recht hoor. Maar je ziet heel duidelijk de vorige 250 top zijn van 282 op deze serie. Deze 275. Dan krijgen we deze auto een hele mooie tijd in zijn. Kan je snel zijn. 1.52. Dus. Ik ben de 3 rondes te rijden met de 15. En ik ben nu al 18e sneller met de nieuwe. Dus in mijn oogje wel degelijk verbeterd. Zij het in nuances. Dan gaan we even replay kijken nog. Gillende V10. Dus het zit hem in de details. Wat ik zei in het begin, dat klopt dus wel. Ik denk dat je met deze auto eigenlijk op geen enkel circuit issues hebt. Waar je met een Porsche als achtermotor of met de wat zwaardere front-engine auto's specifieke circuits kan zeggen van die is daar beter. In de basis. De deur blijft natuurlijk leidend. Kan je voor de Audi, voor de McLaren's en voor de Ferrari's eigenlijk zeggen dat ze wel, ja, eigenlijk wel op elk circuit thuis horen. De Lamborghini's noem ik hierbij niet. Lamborghini's zijn ook mid-engine auto's. En ik vind ze persoonlijk gewoon te zwaar sturen. Ik zal een serie doen over alle Lamborghini's. Er zitten er behoorlijk wat in. Er zitten vier Lamborghini's in de game. Sim. Maar ik vind het een lastige auto. Ik vind het echt een lastige auto. Met name omdat hij een kleinere stuurhoek heeft. En ik vind het daarom zwaar sturen. Dus noem ik hierbij gewoon niet. Ik ben in de Lamborghini gewoon niet snel. En deze Audi zou ik snel kunnen zijn. Snel genoeg om elkaar zelf te kunnen meten in leuke races. En meteen ook van het begin af aan. Omdat de basis een auto is waar elk circuit eigenlijk wel gewoon lekker mee kan komen. De laatste bocht. En uit accelereren. Dit waren ze, de Audi R8 LMS en GT3's 2015 en de 2019 Evo versie. Als het om tijd gaat, de 2019, ben ik wat sneller mee. De 15 heeft een wat hogere topsnelheid dan de 19 versie, de Evo versie. De Evo is weer wat wendbaarder zou je kunnen noemen, of heeft wat minder last van onderstuur bij onpower en wat minder last van overstuur of power. Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat als je een coureur bent die heel goed is in de 15, dat die dan per se sneller of slechter is in de 19 versie. Dat denk ik niet. In de basis zijn alle auto's even snel over een ronde genomen. Is het gewoon een beetje wat je ligt. En ja, natuurlijk zit er weinig verschil tussen de 15 en de Evo qua gevoel. Ik ken best wel rijders die met een Evo eigenlijk in elk circuit heel goed uit de voeten kunnen. En eigenlijk zie je ze altijd wel gewoon lekker meekomen. En naar mijn eigen gevoel zeg ik. Ik als front-engine rijder. Als voor Aston Martin en Bentley's. Zijn er echt wel circuits. Waar ik gewoon minder lig. Die gewoon het circuit gewoon minder ligt. Qua soort auto's. En dat kan ik voor deze Audi's eigenlijk niet zeggen. Dus gave auto's.
Lekker racen, lekker simmen. Ik ga er even af en ik ga wat andere voorbereiden, andere car impressions. Ik denk dat de volgende mid-engine serie gaat over de Ferrari 488's. De eerdere versie en de vorig jaar uitgekomen Evo versie. Voor nu, dankjewel voor het kijken en tot snel.